Arlande Veen stond deze week weer op zijn kop voor het jaarlijkse ringsteken met tractoren. Het hoogtepunt van de jaarlijkse zomerfeesten in het Alfse dorp. Ook dit keer uitgedoste trekkers en uitgedoste bestuurders en ringstekers. De voorpret, hè? Eerst het voorpretje, want dat is helemaal geweldig. En dan gaan we beginnen. Nou, en dan steek je nog raak ook. Nou, dat is dolle pret, maar de tweede keer gaat het al minder. Terwijl op het parcours de wedstrijd in volle gang is... Oh, jammer! ...draaien tientallen andere tractoren warm voor de volgende manche... ...en kampt een enkeling met motorpech. Nee, hij is kapot, de lekker slang. Hij is lek. Tja, dan toch liever een kleine die het wel doet. Het ringsteken lokt een paar honderd man naar Arlandeveen... ...en onder het publiek opvallend veel ervaringsdeskundigen. Ja, ik heb ook nog wel eens meegedaan. Maar van het jaar niet meer. En hoe is dat? Ja, heel leuk. Maar je zat te vroeg je bed uit, hè, als je die avond ervoor hebt doorgehaald. Wat is daar lastig aan? Nou, dat de trekker steeds zo heel erg wiebelt. Ook omdat die weg niet helemaal vlak is. En dan moet je ook gewoon opletten dat je een beetje goed mikt. Maar dan zie je het altijd weer verkeerd. Ook de deelnemers van vandaag hebben zich goed en op geheel unieke wijze voorbereid. Ja, we hebben een soort cross geoefend. Het zijn dan ook wel de kanshebbers van het ringsteken voor tractoren in Arlandeveen. Op naar de wisselbokaal. Yes, dat is één. Bloemen. Yes, twee keer raak. Ja, we hebben er twee! Gefeliciteerd! Ja, 4 van de 6! Ook de volgende ronde! Ja, door naar de volgende ronde! De zomerfeest in Arlandeveen. 3 dagen pret met onder meer poldervolleybal, live muziek en kermis.